Hallo allemaal, even een serieuze oproep. Het is 4 mei en ik praat nu ook als vriendin van een veteraan die heel erg veel kameraden is verloren in de oorlog waar hij gevochten heeft. Ik wil gewoon dat iedereen zijn respect toont aan de veteranen en de nog in dienst zijnde. Een kleine moeite om even 2 minuten stil te zijn. Ga niet berichtjes plaatsen of beantwoorden of wat dan ook. Het is maar 2 minuten. Ik weet dat ik hier in de groep veteranen heb en nog in dienst zijnde. Dus op die manier wil ik jullie ook even enorm bedanken. En laten zien dat ik gewoon echt respect voor jullie heb. En ja, ik kan het niet onder woorden brengen wat jullie allemaal achter de rug hebben. Ik spreek even voor mijn eigen vriend die beschoten is, uit zijn jeep stapte, 2 stappen had gezet en zijn jeep werd opgeblazen. Dus ik heb hem bijna nooit gekend zelfs. En zo zijn er natuurlijk heel veel verhalen die je al op tv ook hoort, maar dit is gewoon even bij mij thuis persoonlijk. En hij heeft er ook nog veel meer, maar dat ga ik niet vertellen. Maar ik wil gewoon met deze oproep even mijn respect tonen. En gewoon zorgen dat er inderdaad om 8 uur geen berichten worden geplaatst, dat het gewoon stil is. En jongens, ik meen dit echt. Jullie hier in de groep, de veteranen en nog in dienst zijnde, jullie zijn geweldig. Topwerk en diepste respect voor jullie.